Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik op de... Nou, ik ga in deze week... Ga ik op de boot, de Elbe. Ik vind het wel heel spannend. En we krijgen een heel leuk mailtje van de Boers Horstrucks. Ze, ja, veel plezier met kijken. Ik ging ook daar weer weg. Heerlijke overgang, Kim. Kom. Het enige wat ze hebben gedaan was een beetje rondkijken. Dan. Ja, dat was wel raar met die vent toen ook, hè? Ja, dat was echt heel raar. Hoi. We zijn bij... Saressa! Ja, ja, en we gaan een video opnemen. En die hoef ik niet op te nemen, want we gaan voor hun kanaal een... Sketch. En welke sketch gaan we opnemen? Wat ruitjes denken en dan richten op moeders. Yes. Dan ben ik... En dan zijn dit vandaag mijn kindjes. Even, ik heb hier twee kindjes vandaag. Kindje 1, dat is die, weet ik het wat ze nu aan het doen is. En daar is kindje 2. Er zat iets op mijn arm. Er zat iets op de arm, ja. Die is bang voor muis, nee, voor spinnen. Maar dit zijn dus mijn kindjes vandaag. Dat zijn ze altijd, maar zij speelt ook mijn kindje vandaag. En dan hebben we hier nog twee moeders. Misschien, misschien ook mama, wel kindje. We hebben ons statief debuut. Wat heb je? Statief debuut. Ja, is we hebben nieuw? Een nieuw gekocht. En hij is wel echt, hij is wel jongens, kijk eens even. Hij is shiny. Nou, ik moet wel zeggen, hij kwam zelfs net uit een hoesje. Ja, ja, ja. Wat dacht je dan? Nee, maar ik heb geen hoesje, maar staat het niet. Het groeit! Dus de beelden van Saressa zullen best een stuk stabieler worden nu. Ja. Ja. Oké, okay. Nou we gaan even een sketch opnemen. Ja. Hallo Tessa, waar ben je? Oh ja, daar. Hi. We zitten nu te kijken naar de opname, ja, hoe ze aan het opnemen zijn. En ze zijn nog bezig met het neerzetten van de camera. Wacht, ik zal even laten zien. Oh, Tessa, zoom je in. Nee, nee, wat doe je? Oh, sorry. Ja, van mijn moeder mocht ik niet aan zulke functies zitten, zo, en dan... Oh, zo. Oh, er staat een paard. Hi, paard. Kijk, we zijn daar bezig. Dus daar is mijn moeder, ze zijn statief aan het klaarzetten. Ze hebben een nieuwe functie gevonden waarvan ze geen idee hebben wat het is. Zeggen ze. En Kim zit met het hoesje te spelen. Ja. Tessa. Op Tessa. En binnenkort een hele video ervan. We zijn net bij Saressa geweest. En nu hebben de kindertjes honger. Dus dan gaan we naar... Precies. McDonald's. We mogen onder de snelweg door, door een tunneltje. Kijken of we de kindjes nog zien. Ja hoor, daar. Zelfs als je 10 bent. Is het gewoon nog leuk om te spelen. Ik film. Goedemorgen, iets totaal anders. Wat gaan we doen, Tess? Een boot. Wacht, een boot. Een grote boot. Een grote boot, een sleepboot. Het is vandaag zondag en we gaan met de Elbe varen. We zitten nu in een bus. Ja, het is een beetje klein. Wielen van de bus gaan. We hebben Rick ook meegenomen. Of dat het beste idee van Nederland was, dat weet ik niet. Maar... Wielen van de bus gaan rondrijden. Blauw, de bus gaan rijden. Je weet ook niet helemaal geen. Ja, nou, we hebben ook Lotte bij ons. Hi. En we hebben ook Aldo meegenomen. Hallo. We gaan nu naar IJmuiden toe. En dan op de Elbe. En dan moeten we hoe lang op zitten, Aldwin? 6 uur. Veel langer. 6 dagen. 6 dagen. Volgens mij is het 6 uur. Volgens mij gaat de boot om 11 uur weg of zo. En dan... En volgens mij zijn we om 5 uur terug in Maassluis. Dus dat is wel een eindje ver. Hè? We gaan over de Noordzee. Dus ik ben heel benieuwd. Jij ook? Ja, we gaan nu een uur en een kwartier in een bus. Dat kan jij.
Je hebt al je hapjes meegenomen, je hebt je tas met spullen meegenomen. En ze kijkt heel blij. Inmiddels, Tess is nog op Instagram bezig, maar inmiddels zijn we bij de haven aangekomen. Ik zie in ieder geval heel veel boten. Nou, we hebben het gevonden. Dat is hem. Audi. Kijk, dat is het. De Elbe. En dan gaan we naar mijn sluis. Oh, we gaan mee, ja. Het is al een bankje. Zo, we zijn in ieder geval... Oh, kijk, hier heb je de machinekamer, denk ik. Ja, het kan vet glad zijn daar. En daar is Rick, die steeds met vet glad heeft. Ik weet ook niet precies waarom. We gaan naar boven. Die mensen die hebben wel rare knieën. Je kan niet zomaar zo'n trappetje op. We kunnen hier nog hoger. Nee, niet doen. Nou, klim maar, Aldwin. Wij filmen wel. En hier is ook een stuur. Volgens mij heb ik nu 3 sturen gezien. Ja, dit is het gewone stuur. Beneden is het controlestuur. En er is er nog een stuur en dat is een extra stuur. En een extra stuur, oké. Okay. En hier kunnen we ook iets in zien, kijk. Hier heb je het kompas. Zien jullie dat? Ja. En we varen de haven uit. Het gaat best snel eigenlijk. Sneller dan verwacht. Hello, darling. Hi. Vind je het nog eng? Beetje. Oké. Waarom? Geen idee. Oké. Nou, daar gaan we. Even richting de camera, ja? Ja, we zijn op de Noordzee en we zien alleen maar zee, we zien geen land. Dat is wel een beetje een eng gevoel. Daar is land! Ja, we zien heel veel zwemmen. Ik vind het wel lekker. Ja, als we nu naar beneden gaan, dan ben ik best weg. Altijd weer op excursies. Oh, cool. Ik heb flyjack. Echt waar? Ik zie het. Hoopvol. Never let me go. En wel een vlaggetje ook, leuk hè. We zien een land bijna niet meer, maar daar is land. En daar zien we 4 boten. Ja, ik kan het niet heel goed zien, maar we komen steeds dichterbij. Oh, het zijn er zelfs 5. Ja. Even water. Ik ga even water filmen. Er is heel veel water. Water, water, water. Ja, natuurlijk kijk ik uit. Er schijnen hier ook bruinvissen te zitten. Dat zijn een soort dolfijnen. Nou, ik zie lekker water. Ja, ik ook. Dus dan krijg je net als zoek Wally, zoek de bruinvis. Ja, zoek Wally. Zoek de bruinvis. Ik zie niks. Ik denk dat hij een beetje diep zit. Een beetje diep zit. Een beetje diep. Een beetje diep. Kijk, deze schepen zijn buiten gebruik. Dus dan kunnen ze er even niks mee. En dan leggen ze ze gewoon op zee. Zou er dan nog iemand op zitten of niet? Ja. Iemand die het een beetje in de gaten houdt. Dus de roldok. En deze hier zijn buiten gebruik. En hier hebben we dan ook nog een paar bootjes. Ik weet niet of die ook buiten gebruik zijn. Maar ja, dit is zeg maar de opslagplaats voor boten die je even niet nodig hebt. Want in de haven is het natuurlijk hartstikke duur. Dat is ook gek. Spookschepen. En een zeilboot. Ik kreeg net echt een super gaaf mailtje binnen. En wel van de boer Horstrux. Ik zal hem eventjes laten zien via een dingetje. Ik zal hem even opslaan. Echt. Heel gaaf. We hadden natuurlijk een oproep gedaan voor de vraag van joh, wat kun je het beste nemen? Trailer, vrachtwagen? Nee. Tweepaard, vrachtwagentje en meer van die dingen. En nu kreeg ik een superleuk mailtje. Ik zal het even voorlezen. Zien dat jullie graag meer willen weten over het aanschaffen van een paardentrailer. Willen jullie graag uitnodigen bij ons in Pessen. Hallo Hart voor Paarden, natuurlijk volgen we jullie al een poosje en zagen de leuke oproep op zoek naar een paardentrailer. Het is heel verstandig je eerst goed te oriënteren en voordat je overgaat tot de aankoop van de juiste paardentrailer. Vragen zoals maximum massa, laadgewicht, 1 of 2 paarden, met of zonder zadelkamer, uitvoering van de trailer, welke materialen zijn er?
gebruikt bij het bouwen van de paardentrailer, hoeveel ruimte en comfort geef je de paarden, bijkomende kosten en onderhoud van de trailer. Allemaal zaken die je natuurlijk helder zou willen hebben voordat je een paardentrailer koopt die helemaal bij je past. Daarnaast heeft het ook nog te maken met trekkend voertuig. Wat mag de auto eigenlijk trekken? En als het om gaat om een paardentrailer. Wij van de Boer Pessen hebben al 40 jaar ervaring op als het gaat om transport. Ja, ik heb mijn bril niet op, jongens. Die ligt in de auto. En mijn zonnebril kan ik niet lezen, dus daar komt ie. En wij van de Boer Pessen hebben al bijna 40 jaar ervaring als het gaat om transport van paarden. En wij willen jullie graag uitnodigen bij onze Pessen. Hier kunnen we al jullie vragen beantwoorden en de verschillende paardentrailers ook daadwerkelijk laten zien. Jullie zijn welkom in onze showroom in Pessen. Met vriendelijke groet, Arnold de Boer. Dus ik zeg, we gaan naar Pessen. Arnold, we komen eraan. Misschien hebben jullie ook nog wel vragen over trailers die ik gewoon niet kan verzinnen of waar ik gewoon nog niet over nagedacht heb. Laat die vooral hieronder achter in de comments. En zo kunnen we allemaal iets leren over paardentrailers. Zo, vooral. Ja. Corona gaat me likken hier. Nou, ze heeft me gelikt. En ik ga vanavond. Ja! Dit is hartstikke leuk. Gaat de mini-muis weer een keer op haar. Ah, dat is mijn rits. En ze is zo vies aan één kant. Echt waar. Ik weet niet wat ze heeft gedaan. Sinds ze geen deken meer op heeft, wil ze gewoon niet meer luisteren. Nou, echt, ze is zo vies. Ik ga het even laten zien. Nou, oké, jongens, bereid je voor. Tam, tam, tam. En vooral dan zie je poep. Nou, af en toe. En dit is zo erg. Dus hier. Daar, ja, ja. En ondertussen ben ik naar Bel gegaan. Om een mooie halsertje te pakken. Een mooie neusbondje. Tadaa. Ga ik hem even pakken. Zo. Ik heb ondertussen het hoesje tussen mijn handen. Oh ja, dat vind ik helemaal leuk en jij wilt ook aandacht. Hi Hang. Hi, ik ben Henja en ik heb aandacht. Geef me aandacht, please. Aandacht, hier, daar. Aandacht. Nou, mooi niet. Ik sta nog best ver weg. Kijk, er staat een hele stal. En twee ponies tussen ons. Voor halsterom doen. Zo. Met halsterom. Halsterom. Het moet erin. Niet ernaast. Daar. Moet erin. Ze wil niet. Oh ja. Perfect. Perfect. Het zit in mijn oog. Nou. Ik ga hem even omdoen. Daar ga ik weer verder met vloggen. Want zo gaat het niet. En belt ook los. Een beetje tegenlicht. Het is nog warm. Tadaa. Daar staat ze. En daar achter die deur gaat gewoon. Oh, en ze gaat even rennen. Wow, ik vergeet bij de douche. Nou, ik ga even naar Verona toe. Mijn moeder heeft denk ik ondertussen al het zak opgehaald. Jee! Ah, het zak hangt al. Oh, ik moet even opzij. Zo, ik heb Verona gezadeld. En vandaag, na ongeveer ja, bijna 3 jaar. Ja, 2,5. 2,5 gaan we mijn beugels wat langer maken, want ik heb de gaatjes, want ik heb een beetje lange beentjes, ik groei nogal snel. Ja, we hadden het al eerder moeten doen, maar dat zijn we. Perfect. Nou, ja. Nou, ik ga erop. Zo, Tess is aan het rijden op Verona, samen met Jasmijn op Donder. Het verschil is best groot tussen KWPN en Zetlander. Nou, lekker rijden die meisjes. En aan deze kant is Steven aan het rijden op Dolando. Maar volgens mij is ze niet echt aan het springen. Het ziet er in ieder geval niet springerig uit. Wat ga je doen? Ga je nog springen? Ga je nog springen? Oh, het ligt eraan of ze les krijgt. Oké. En springt even om. Dat kan die gewoon. Kijk. Schattig hoor. Niet heel Maxi en Mini. Zeg je? Maxi en Mini. Nou, lekker rijden. Ga maar. Mag ik wel draven? Ja hoor.
Dan zit ik hier gewoon braaf te kijken naar mijn dochter die op Verona rijdt. En ineens kom ik tot de conclusie dat ze helemaal geen bodyprotector aan heeft. Ik weet ook niet of dat altijd, of hoe lang dat al is. Hoe lang heb jij geen bodyprotector aan op Verona? 3e keer. Zij weet dat dus wel. Nee, 4e keer. 4e keer al. Is ze wel super braaf, maar als je eraf valt is het best heel hoog. 1,67 om precies te zijn. Nou ja, oké. Dat dus. Vrouw vindt dit zo lekker, hè. Ze zijn zo lekker vrij bewegen zo. En Tess ook. Wel lekker aan het stappen met z'n tweeën nou. Wel leuk, hè. Dat is het voordeel van een manege. Maakt niet uit hoe oud je bent, hoe groot je bent, of wat voor paard je zit. Er is altijd wel iemand. Het is gezellig. Ja, dan zijn we bij Saressa geweest, bij Nienke en Tessa. En daar kon ze op, Tessa, uitstappen zonder zadel. Ja, dan kan dat natuurlijk ook op Verona. Ik doe dat heel weinig. En Verona vindt het natuurlijk verder prima. Maar ja, daar komt het idee dus vandaan. Ja, ik doe het ook heel vaak op Bella. Ja, je doet heel vaak op Bella. Maar niet zo vaak op Verona. Volgens mij is het de eerste keer zelfs, denk ik. Tweede keer. Eerste keer. En jij eerst zonder zadel, of was jij eraf gedonderd? Oh ja, dat doe ik wel vaker. Dat is wat ik doe, van Verona afdonderen. Nou, toen waren we hier pas net, stonden hier wat buizen. Oh ja, ja. Aan het plaatsen. Nou, en toen schrok Verona daarvan met te maken dat ze even twee stappen opzij. Toen viel jij eraf. Ja. Toen mocht ik erop. Ja. En je gaat steeds verder weg. De camera heeft niet geweldig geluid. En ja, toen mocht ik erop. En toen zat hier nog zo'n weersingel. Oh ja. Vast kon houden. Maar nu heb ik beter evenwicht voor ik zo kan zitten. Nou, oké. Okay. Have fun. Thank you. Blij paard, blij kind. Helemaal relaxed. Is toch schattig. Daarom is het koud. Dan moet ze de vest weer aan. Ja, is het koud? Ja. Goedemorgen, het is 5 uur Koningsdag. Vraag je af, wat doe je om 5 uur? Wij in Maassluis hebben een bakker Holtkamp. Nee, dit is geen gesponsorde video, dat is gewoon zo. En daar worden de beste tompoesen van Nederland gebakken al jaren. En die gaan dus op Koningsdag om 4 uur open tot 12 uur. En dan gaat heel Maassluis en misschien nog wel de hele omgeving daar tompoesen halen voor Koningsdag. Ik ga je laten zien dat het echt 5 uur is. Het is belachelijk tijdstip. Leuk hoor. Tadaa. Er zijn dus mensen die zijn een uur geleden al gegaan. Ik word meestal te vroeg wakker. Zo vandaag ook. Dus ik zet mijn wekker er niet voor. Maar als ik dan toch wakker ben, dan ga ik wel mijn bedtijd. En dan ga ik dus tompoesen halen. Jullie gaan het zo zien. Ik ga niet binnen filmen, want er zit niet iedereen denk ik op te wachten. Maar dit. We staan hier veel. Nee, dit is een mooi tijdstip, 5 uur. Oh, oké. Okay. Maar ze zijn dus echt open. Van 4 tot 12. En hier doen we het dus allemaal voor. Het zijn roomsoezemmerkoppen en de beste tompoesen van Nederland. Daar gaat dus helemaal sluis. Belachelijk vroeg ze bed voor uit. Koningsdag. Volgens mij is het 9:45 of zo. Paard heeft al gereden. Nee. En jij ook? Nee. Oh, oké. Okay, die is hierna aan de beurt. Nee, je mag wachten tot na de foto. Oh ja, we gaan fotoshoot doen. Oh, dus jij mag met zweet op de foto en jij moet zonder zweet op de foto. Ja. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Ik denk dat jij als laatste gaat, paard. Maar ik zie niet zoveel zweet. Er zit geen zweet. Waar is je zweet dan? Achter de oren. Achter de oren. Nou, dat zie je op de foto toch niet. Chris is er ook. Goedemorgen. Nee, wat ben jij vroeg? Ze heeft wel gezweten, maar dat is wel een kwartier geleden. Ze heeft wel gewat? Ze heeft wel gezweten, dat is al een kwartier geleden, want ik heb nog even staan kletsen. Oh, oké. Okay. Nou, helemaal goed. De pony wordt schoongemaakt. Die moet natuurlijk in, ja, dat zie je nu niet, maar die moet schoongemaakt worden. Een beetje te hoog. Vandaag de fotoshoot met de blouse. Een beetje staat. Iets verder. Ja, draai maar. Ik heb ook al een stukje. Ik zag het. Nog een beetje. Ja, loop maar door. Loop nog maar een paar passen door. Even kijken. Nog een beetje. Erna's juf, jongens. Ja.
Ja. Zo. Er komt weer een auto aan. Ja, nou, kijk, dat is nadeel natuurlijk als je op een bepaalde plek iets wil. Dat is mooi nu. Dan hebben we daar de auto's die langskomen. Dus dan moet je weer opzij. Zo gaat dat. Bel kijkt geïnteresseerd in gras. En dan gaan we weer. Zo gaat dus een fotoshoot, jongens. Bel heeft alleen maar iets van, ik ga de foto eerst camera. Ja, heel goed. Ja, hallo. Precies, heel goed zo. Zit hier ook die witte boom daar een beetje bij. Hallo, hier ben ik. Ja. Ja, loop maar weer. Verder. Ja, helemaal perfect. Oh. Ja, kom maar weer. Tess heeft inmiddels de nieuwe collectie shirtjes aan. En dan gaan we verder met de fotoshoot. Want deze zijn voor de webshop. Maar het is nogal druk. We hadden eigenlijk verwacht dat het niet zo druk zou zijn op Koningsdag. Maar het is gewoon echt druk. Zo, daar gaan we weer. Is heel mooi. Nu hebben we even geluk. Paardengeluidjes erbij. En alleen een paar fietsers, die kunnen we hebben. Dan kunnen we gewoon blijven staan. Goedemorgen. De ponyclub. Dat is wat wij doen op Koningsdag. Wij zitten aan tafel te kijken hoe de kindertjes rijden. Vandaag heeft Kim Vrona al gereden. En zoals ik al verteld had, heb ik nog last van mijn arm. Dus ik vind het ook niet heel erg. Maar nu gaan ze dus ponyclubben. Goed, de ponyclub is bezig. Ze liggen vooral heel erg in een deuk. En die ponies ook. Dat dus. Dan komt Naomi. Die houdt de boel beter onder controle. Misschien moet je iets bewuster springen, Tess, voordat er ongelukken gebeuren. Dank je. Ik wil graag dat jullie allemaal heel blijven. Dat is beter. Netjes hoor. Rustig achterover blijven zitten. Rustig. Niet te gek. Goed zo. Ah, ja, die weet het wel. Oh nee, klik. En Spirit denkt, ik kan het wel. Dat doe ik wel. Hoppatee. En jij gaat zelf springen, zegt Kim. Volgens mij moet je dan toch op zijn minst op de hindernis afsturen. Nee, laat er nou. Zoals Jordi zegt, de paard springt wel. Daar hoef je niet zoveel voor te doen. Rustig blijven, achterover zitten. Goed zo. Dat was mooi. Zie je maar weer, van helemaal niet springen naar we stieren erop af en we zien wel waar we eindigen. Gelukkig staat het niet zo hoog en maakt het niet zoveel uit. Volgens mij zit Kim zelfs op de dressuurzadel. Wat? Oh nee, die zit op de springzadel. Netjes hoor. Ja, er kan veel veranderen in een half jaar, jongens. Die bel die vindt het helemaal geweldig. Goed zo. Heeft geholpen. Ja. En zelfs de stijlsprong. Doe hem nog maar een keer. En daarna moet je even stappen hoor. Die Spirit die is toch een stuk relaxter. Maar goed, ze heeft zelf ook gewoon heel veel gedaan met dat springen. Ja, zeker. Helemaal niet. Nee, dat was niks. Nou, daar komen we jongens. Goed zo! Goed, hier is het moment. Kim gaat over de waterbak springen. We gaan zo kijken of we een foto van kunnen maken. Maar we beginnen even met video. Dat was inderdaad over de waterbak. Zo, Tess is met de nekroop, anders gaat ze te veel in de mond zitten hangen. Dat mag natuurlijk niet. Dus nu hebben we een nekroopje. En dan kan ze... Als het goed is ook draven.
Dat vindt ze wel nog moeilijk, want dan moet je natuurlijk behoorlijk je evenwicht zien te houden. En dan kan ze in ieder geval het nekkroopje pakken in plaats van haar teugels. Kleine beetjes. Nou, moet je dan ook weer eerst stappen. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef hem een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En ja, tot morgen. Doei!